Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki ontvangt de gezamenlijke vakbonden. Stichting TRIS Contacten organiseert TRIS-dag. En Wijken in Ontwikkeling voert wetenschappelijk onderzoek uit in Flora B en omgeving. President Chandrika Prasad Santokki heeft op maandag 20 november de gezamenlijke vakbonden ontvangen voor een belangrijke vergadering. Het staatshoofd heeft hierbij een overzicht gegeven van eerdere gesprekken en de voorstellen die waren vastgelegd. Er is tijdens de vergadering een constructieve uitwisseling van gedachten geweest, waarbij alle voorstellen concreet in kaart zijn gebracht. De afspraak was daarom dat de technische teams van de regering en vakbonden op dinsdag 21 november bijeen zouden komen om de besproken punten uit te werken en met de Belastingdienst te overleggen. Verder benadrukte president Santokki zijn toewijding om terug te geven aan de samenleving en streeft naar een verhoging van de koopkracht voor de burger. Dit zal echter op een verantwoorde wijze gebeuren, met inachtneming van de stabiliteit van de koers en zonder negatieve impact op de inflatie. De regering blijft actief in dialoog met de vakbonden en blijft voortdurend werken aan verbeteringen die de koopkracht van de burger zullen bevorderen. De Stichting TRIS Contacten heeft in samenwerking met het ministerie van Defensie een speciale TRIS-dag georganiseerd in de recreatiezaal van de Mimrebuku kazerne. Deze themadag staat in het teken van de geschiedenis van de troepenmacht in Suriname. De TRIS was het Nederlandse koloniale leger in Suriname en bestond sinds 1864 uit Surinamers en Nederlanders. Tot aan de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 hebben er ook dienstplichtige Nederlandse militairen in Suriname gediend. Deze activiteit vond plaats op woensdag 22 november. Kijkt u mee. Kijk, de troepenmacht Suriname die was voor de onafhankelijkheid. De mensen die hier voor eigenlijk die een beetje leger waren en hier voor bescherming van Suriname zorgden. En voor de veiligheid en vrede. En nadat we onafhankelijk zijn geworden, zijn ze teruggegaan naar Nederland. Maar wat er is, de mensen die hier hebben gediend, de militairen, die hebben een band opgebouwd met dit land. En ze hebben toen een stichting opgezet, Stichting TRIS Contacten, en die zijn eigenlijk begonnen de contacten te onderhouden met Surinaamse militairen. En al jaren komen ze hier elk jaar rond de onafhankelijkheid en dan gaan ze bezoeken weer de kazernes waar ze zijn en wij faciliteren ze dan eigenlijk heel weinig hoor, maar toch we ondersteunen ze en het betekent voor ons vriendschap, partnerschappen en ook de banden tussen Suriname en Nederland versterken. En aanhalen. Met de TRIS-dag wordt beoogd de contacten met de oud-TRIS'ers die hier in Suriname wonen en met de Surinaamse vrouw getrouwd zijn, kinderen bij verwekt heeft en eigenlijk ook een bestaan opgebouwd. Die wonen hier in Suriname en wij doen al 16 jaar reizen naar Suriname van oud-TRIS'ers of mensen die belangstelling hebben voor de TRIS-reis en dat doen we vanaf 2006. En eigenlijk al, dit is de 16e jaar. Het ene boek dat is van generaal Van Uhm. Generaal Van Uhm die ging op 17-jarige leeftijd in dienst.
Die is commandant de strijdkrachten geworden en afgezwaaid als hoogste baas van Nederland, van 60.000 militairen. En al die tijd had hij een zakboekje in zijn hand om notities te maken. En van al die jaren heeft hij van die notities heeft hij een boekje gemaakt. En dat heet De Notities van de Generaal. En dat boekje hebben we net uitgereikt aan de president, aan minister Matura en alle commandanten van het Nationaal Leger. Een schilderij is van Martin Ruiters. Martin Ruiters heeft in Suriname gediend als dienstplichtige. En die is schilder en tekenleraar, les gaf hij. En die is eigenlijk altijd nog in zijn gedachten bij Suriname. En hij heeft heel veel schilderijen al gemaakt. De schilderij waar we nu aangeboden hebben is bij het Prins Bennet kampement, bij de entree. Waarbij de Jantjes naar buiten komen, de wacht is daar geïnstalleerd. En de Jantjes komen naar buiten, staan ook een mooie paar Surinaamse dames bij van verschillende kleuren. Want in Nederland zijn we eigenlijk bekend, niet zo goed bekend met de schakering van de breedheid van de Surinaamse bevolking. Ja, dat is een hele. Het zou mooi zijn dat we ook naar Nederland konden gaan met de trissers. Ik niet, maar zij minimaal. Maar ja, dan moet je heel veel organisatie hebben en financiële middelen hebben. Dat hebben we op dit moment niet. Dus ik ga kijken of we misschien in de toekomst, als de omstandigheden beter zijn, dat we dat kunnen organiseren. Wat ook Tris Contacten doet, is eigenlijk Suriname uitdragen. Uitdragen in de zin dat ze informatie over Suriname in hun museum zetten, de activiteiten die we als leger doen in hun infoblad posten. Dus echt de verhalen waaronder ze in Suriname hebben gediend, de mooie herinneringen, dat ze dat eigenlijk ook in Nederland delen met vooral de jongere generatie. De presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling voert een wetenschappelijk onderzoek uit in Flora B en omgeving. Het doel van deze baseline study is om data te verzamelen voor het formuleren van beleid op verschillende gebieden. Zo legt Judith Wijngaarde, secretaris van de werkgroep, uit. Orlando Philip, voorzitter van de Stichting Algemeen Buurtwerk Flora B en Omgeving, verwelkomt het onderzoek. De presidentiële werkgroep heeft voor de uitvoering hiervan Helmut Geesius, deskundige in community development, benaderd. De presidentiële werkgroep is ongeveer 2,5 jaar geleden door de president geïnstalleerd. En we hebben twee hoofdopdrachten. Duurzame armoedebestrijding, waaronder zelfredzaamheid valt, en de leefbaarheid in de wijken bevorderen. We zijn heel enthousiast begonnen. En ik heb toen meteen als lid van het bestuur een gesprek gehad met meneer Helmut Giesjes. Omdat we wilden dat zaken eerst onderzocht moeten worden voordat je een programma slash projecten erop afstemt. Nou, de omstandigheden waren niet zo gunstig. We konden dat onderzoek niet starten, maar we zijn niet stil blijven zitten. We zijn de wijken ingegaan. En omdat het is helemaal nieuw voor Suriname, dus we hebben research moeten doen, veel gesprekken moeten voeren, om tot een profiel te komen voor welke doelgroep we bezig zijn. En dat profiel is in de wijken, dus dat zijn waarnemingen. Hè? Het is niet gestaafd door onderzoek. We werken dus in de achterstandswijken. Vroeger werden ze ghetto's genoemd. We hebben die term afgezworen. De president was daar helemaal niet mee eens. Dus het is wijken in ontwikkeling geworden. Het profiel van die wijken is voornamelijk Afro-Surinaamse bewoners. Veel alleenstaande moeders. Veel tienermoeders, veel drop-outs, veel hangjongeren, criminaliteit, jeugdcriminaliteit, zwervers, drugsverslaafden. Dus dat zijn we tegengekomen. En toen dachten we van, oké, wat nu? Nadenken, research, lezen, praten met mensen. Toen hebben we een programma ontwikkeld. Dat
twee uitgangspunten heeft. Het eerste is, we gaan die mensen leren hengelen. Want armoede is de oorzaak van dit alles natuurlijk, dat is logisch. En we gaan als vertrekpunt nemen het gezin. Het gezin is het fundament van een samenleving, de hoeksteen wordt in bepaalde kringen gezegd. En veel zwakke gezinnen maken zwakke communities en dat zien we in deze weken. We hebben daarom speciale acties ondernomen, trainingen erop afgestemd. We werken heel nauw samen met Stichting RUMAS, mevrouw Hart. En we hebben een paar trainingen op het programma staan. De eerste training is voor alleenstaande moeders. Eigenlijk moeders, want ook als zijn er partners in huis, de realiteit is dat die relaties wisselen. Nou, met, en dat is belangrijk om te zeggen, versterken van de gezinnen, daar gaan we van uit. Hè? Het begint bij de moeders. We leren ze budgetteren. We geven ze pedagogische adviezen mee. Crime prevention. Hoe herken je signalen dat je kind bezig is af te glijden in de criminaliteit en wat te doen? Family planning, relaties. Hè? Want we komen ook discriminatie tegen in gezinnen. Kinderen van verschillende vaders. Verschillende soorten haar. Dus het zijn heel pijnlijke dingen. Hè? We leren ze ook te kijken naar het verleden, want wat we zien, deze situaties zijn generaties terug begonnen en ze lopen door. En dat noemen we intergenerationele verschijnselen. In dit geval is het intergenerationele armoede dat zich voortzet. En met dit programma doen we eerst de aanzet om het te stoppen. Er moet een mindshift plaatsvinden. En we kijken ook naar de jongeren. We hebben een workshop speciaal ontworpen voor tienerjongens en meisjes. Preventie, tienerzwangerschappen. In de regio staan we nummer 1 wat dat betreft. Het is triest. Nou, dat hebben we staan. Verder hebben we ook gekeken naar de wortels. Dat is die intergenerationele oorzaak. Daar hebben we ook een programma voor om na te gaan hoe het komt. Dat je grootmoeder en je grootvader hetzelfde leven hebben. En je kinderen, als je niets doet, het precies hetzelfde tegemoet gaan. En dat zijn de 3 items waar we ons op richten. Maar we richten ons ook natuurlijk ook op de randvoorwaarden. Hè? Dit is echt op de buren gericht. Op de buurten en de wijken gericht. Leefbaarheid in de wijken. We zijn heel blij met de samenwerking van Albiflow. Ja, we werken heel prettig samen. Financiën blijven een probleem, maar dat is een oud verhaal. Maar ik moet zeggen, we zijn omgekeerd gestart. Dat onderzoek moest eerst zijn geweest. Net wat meneer Philip zegt, misschien willen wij een zwembad en willen de buren dat niet. Dus wij zijn al gestart. We konden niet stil blijven zitten. En wij hopen dat wij niet ver naast de realiteit zitten. Omdat als die data beschikbaar zijn, moeten we waarschijnlijk aanpassen. Hopelijk zal het niet heel veel zijn. Maar dit is dus waarmee we nu 2,5 jaar al bezig zijn. En dit is voor ons het hoogtepunt hoor. Wetenschappelijke data. Om heel specifieke programma's, projecten uit te voeren. Sorry hoor. Ook zijn die data beschikbaar, niet alleen voor ons, maar voor de overheid, voor de politie. Hoe staat het ermee? Onderwijs, hoe is het in de wijken gesteld? Hè? RGD, hoe is het met de gezondheid van de mensen gesteld? We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.